Nou, kijk aan. Wie hebben we daar? Welkom in Friesland. We gaan niet naar binnen, we blijven buiten, want het is fantastisch weer. Goed plan. Denk op de kip. Wij noemen het de zitkuil. Ah, ik ben er klaar voor. Oh ja. De Fouke is in 1999 gedraaid en in 2000 is die uitgekomen. Omdat deze film natuurlijk in 13 dagen gedraaid is voor een heel klein budgetje, het supergoed gedaan heeft. Dus er zoveel van mezelf in zit, ja, is hij wel natuurlijk wel ook wel heel dierbaar. Ik regisseer wel, denk ik, zoals ik geregisseerd wilde worden. En ik kon er nooit zo goed tegen als regisseur dan tegen me zei, zo en zus en dit en precies, weet je wel. Want ik had er ook over nagedacht. Koffie, thee. Wanneer ben je nou een goede acteur? Oh ja, dat is een goeie. Ik heb met Guido Pieters veel gewerkt aan het begin van mijn carrière. Guido Pieters heeft natuurlijk best wel reputatie, heel veel bioscoopfilms. Op Hoop voor Zegen, Dr. Vlimmen, Siske de Rat. En dat is mijn leermeester. En Guido zei altijd, slechte acteurs bestaan niet. Ze kunnen wel verkeerd zijn gekaast. Waar het heel erg op zijn plek valt, is Forrest Gump, denk ik, met Tom Hanks. My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Dat script zit gewoon echt gewoon heel goed in elkaar. En vervolgens is alles op zijn plek gevallen. Er zitten ook een paar hele mooie shots. Volgens mij zit er dat shot in met dat veertje. Hey, wat vinden je kinderen van je films? Ze zijn natuurlijk ook het testpubliek heel vaak. Dat vraag ik ze ook altijd van, goh, ik wil eigenlijk dat gaan doen. Is het een goed idee of is het een slecht idee? Wat leuk, je kinderen zijn echt ook wel een beetje inspiratie. Ja, ik vind het heel erg leuk om films te maken die ze kunnen zien. Ik hoorde dat je E.T. ook wel een hele goede film vond. Ja, E.T., maar ja, dat is ook een beetje jeugdsentiment. Ik heb die film gezien in zo'n ranzig bioscoopje ergens in Heerenveen, geloof ik. En ja, fantastisch. Steven Spielberg überhaupt, hè, dat is die andere Steven. Dat zeggen ze dan. Er was laatst hier iemand en die zei, dit is het platteland zoals God het heeft bedoeld. En heb je ook nog een mooie film erover gemaakt die binnenkort te zien is? Leven, boerenliefde. Wat is je favoriete scène? Tatum die moest een scènetje doen bij een kalfje. En Tatum was helemaal vertederd door dat kalfje. En toen dacht ze van, goh, ik kan het kalfje ook wel een kusje geven. Dat had ze beter niet kunnen doen. Ik heb als kind veel bij mijn oom gelogeerd. Een boer in Brabant. En hoeveel koeien? 120? Meer stront dan hier. Het is voor alle leeftijden een hartstikke lekkere feel-good film. Nou, beter kan je het niet verwoorden. Leven boeren!